half losse incidenten van omkoping en corruptie die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Richard van Mos, 1 oktober vorig jaar deed OM invallen hier in het stadhuis en bij u thuis en bij partijgenoten. Ja, ineens staat daar eigenlijk niets de Rijksrecherche op de stoep en stort je hele wereld in. Een schending van het ambtsgeheim, mijneed, corruptie, deelname aan 2 criminele organisaties en dan ook nog het inhuren van een illegale klusjesman. Verbaast me dat mijn cliënt in vrijheid naast mij kan staan, gezien al die beschuldigingen. Het vreemde wat het OM hier doet, zonder ook maar mij een seconde verhoord te hebben, ja, dat heeft alles weg van een politieke karaktermoord. Ik heb geleerd, na vallen moet je opstaan. De tijd van opstaan is nu aangebroken. Wat zijn je plannen nu? Ik ga na de zomer met een landelijke beweging komen. En ik ga die ombudspolitiek gewoon landelijk uitrollen. Ik doe mee met de Tweede Kamerverkiezingen. En dan gaan we daar de boel eens even stevig opfrissen daar aan de andere kant van Den Haag. Mijn verhaal. Richard de Mos.